Yo, yo, welkom bij Stoffelvlogs. We zitten hier op Skype met Mike van der Heide en Maarten. En Maarten krijgt zijn dingen niet aan. Ik weet niet precies wat. Lul, dik harde pik. En iemand zit te bellen, ik weet niet wie. Maar dat maakt ook niet uit. Ga mij met Joost weten. Ja, dan moet je Joost even bellen. Nou, zeg eens iets grappigs, jongen. Vertel eens een mop. Ik ben even bellen. En wat wil je me vertellen? Hoi, Maarten. Je kan me ophalen. Yo. Houdoe. Dag. Doeg. Doeg, de groeten. De groeten van Stoffel. Ik ken een goeie mop. En die heb ik vannacht gehoord op de radio. Oké, jongens, Mike heeft Maarten heeft een goede mop. Er was een meneer, die ging naar de dokter. En die zei van, mijn linkerbalzak is blauw. En toen zei hij van, oh, die moet eraf, zei hij. Dus werd hij eraf gehaald. En een half jaar later kwam hij weer terug. Die zei, dat is mijn. Ja, ga verder. De bal is aan het blauw. En zei, ja, die moet er ook af. Later was hij rood af en zo. En uiteindelijk was zijn buik weer blauw. Dus ging hij weer terug. Zei hij van, mijn buik is nou blauw. En zei de dokter, ah, daar zie ik het. Je broek die geeft af. Oh, jongen. Hahaha. Oh, wat een goede mop. Dat was de mop van Maarten. En dan checken wij jullie later. Gegroet, mopgenoten. Dit waren de moppen van Maart 132. Tot dan, tot volgend jaar. Hit that!